Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met een speciaal heksenagenda bericht. Ja, ik ga helemaal even aan de kant. Dan kunnen jullie. Emerging from the shadows like a phoenix. Dat is de titel van de heksenagenda 2024. En deze prachtige vrouw staat op de voorkant. En we hebben nog veel meer mooie afbeeldingen gevonden. Beetje in de trend van dit, maar ook hele andere. Zal ik eens kijken of ik jullie dat kan laten zien. Dat kan vast wel. Ik dacht, ik laat jullie gewoon even wat zien. Want het zijn echt hele bijzondere nieuwe afbeeldingen. Ik heb ook... Even kijken, zo. En nu kan ik mijn share screen doen. Share screen, hier. Nou. Ja, als het goed is... Kunnen jullie dit nu zien? Ja. Dit is de godin voor juni 2024. Van dezelfde kunstenaar. En onder zien jullie ook allemaal plaatjes. Die worden er ook in gebruikt. We hebben ook deze. En deze. Dit zijn twee broers. Daar heb ik al ritueeltjes mee gemaakt. En die komen in de agenda. En... deze twee broers, die doen iets met de tijd. Deze is ook heel erg mooi. En dit was ook voor de nominatie van de voorkant. Maar dat is hem dus niet geworden. Even kijken. En deze prachtige leeuw, die zit er ook in. Zo. Heb ik jullie nou genoeg laten zien? Even kijken hoor. Die. Het zijn eigenlijk hele mooie opvulplaatjes. April. Dit is april. Deze heb ik die nu wel. Of ik heb hem al klaar namelijk. Dit is februari. En ik kijk er dan altijd naar. En ze heeft wel vleugels. Maar een godin mag ook echt wel vleugels hebben. Ik kijk er daarna dat ik denk van. Oh. Wat voor energie geeft het mij? Wat voor gevoel geeft het mij? En ik heb hem dus al klaar. Ik heb hem geschreven. Nu is hij naar mijn redacteur. En daarna gaat hij naar Lars. En die gaat er een agenda van maken. En we gaan het dit jaar wat anders doen. Iedere maand ben je gewend dat er in de heksenagenda hele mooie ritueeltjes staan. Invocatie staat, de numerologie van de maand en ook het dier van de maand. Zal ik jullie eens even laten zien wat het dier van deze maand is. En dan ga ik hier naartoe. Oh ja, dan moet ik terug. Even kijken, allemaal leuke foto's. Waar is mijn kleine... Kijk dan. De muis is het dier van de maand juni 2023. Dappere muis, je vecht en je rent. Je bent de ultieme verzorger voor je kroost en je trekt de grote wereld in vol gevaar. Rennen, schuilen, vechten. Ik eer je kleine muis dat jij laat zien dat een klein levend wezen zo groot kan zijn in vechtlust en zorg voor anderen. Het is echt een eerbetoon aan de muis, want we... hebben heel vaak hele dappere muizen hier in huis die toch verliezen van onze kat. Dus ik dacht, laat mij vanmorgen eerst maar een ode aan de muis brengen. En toen vond ik dit plaatje en dat vond ik zo fantastisch. Ik dacht, ja, met die ik had laatst dus ook een hele mooie grote kleine muis met hele grote oren gevonden. Ja, ik snap wel dat onze katten ons heel lief vinden, maar ik vind het wel heel sneuvel. Dus daarom deze ode... aan de dappere muis. Want muizen eten heel veel insecten op. En die ruimen en die zorgen ervoor dat door het woelen in de grond, de grond ook weer heel goed gebruikt kan worden. Dat er lucht doorheen komt. En dat de het helpt moeder aarde, net als de wormen. Alleen als er te veel van zijn, net als mensen, ja, dan gaat het niet goed. Maar muizen zijn dus heel klein. En wij kunnen ons soms ook zo klein voelen, hè? Zo klein dat we denken van, ach, het heeft toch geen nut. Ik ben maar zo klein. Maar wij zijn wel die kleine vechtende muis in die grote wereld. Wij zijn er wel. Nou, wat gaan we doen?
Met de Heksenagenda 2024. En daar ben ik nu al mee begonnen. Je kan lid worden van ontwikkelen.lumeria.nl. En daar zie je een hele leuke site. Even een account aanmaken. En dan heb je gratis toegang tot het digitale magazine van mij. En je hebt toegang tot de Heksenagenda. En de Heksenagenda, daar schrijf ik dus nu iedere maand al even op het digitale bord wat er te doen is. En dat is leuk. Dus voor juni staat hij ook al klaar. De invocatie, het mooie plaatje erbij. Het plaatje wat ik dit jaar in de agenda heb. En ik heb mijn agenda beneden. Dus dat kan je helemaal gratis, hoef je helemaal niks voor te betalen. Kan je dat gewoon zien. Dus de agenda wordt ietsje dunner. Dan blijft het ook betaalbaar, want jullie merken het in de supermarkt en ik merk het aan alle andere dingen die ik moet kopen. Dus dan blijft toch zo'n agenda betaalbaar. En het is gewoon heel leuk. Je kan gewoon zo met elkaar verbinden. Je kan ook eens even een vraag stellen. Je ziet de maandstanden, zie je daar. En die staan ook in de agenda. Alleen in de teksten per maand. Daar heb ik op gekort. En die vind je dus ook nog extra op het ontwikkelen.lumeria.nl. En dan kan je ook gewoon meelezen wat de maandstanden zijn. Soms ga ik hele leuke posten nog doen. Een mandala of ik kom wat tegen en denk, oh, dat ga ik even delen. Dat vind ik heel leuk. En dat werkt beter, zo'n prachtige nieuwe website, dan op Telegram te doen. Dus ik hoop dat jullie daar goed gebruik van willen maken. Ik heb de Heksenagenda kost €19,99 op dit moment. Dat zal tot de aflevering in september zo blijven. Ik heb 50 prachtige platen beschikbaar gesteld van het Meisje en de Maan. Dat was in 2019, 2020 denk ik, de voorkant van de agenda. En die is gewoon zo prachtig. Die heb ik een filmpje nog over gemaakt in de vakantie. Die krijg je er tot nu toe nog gratis bij. Bestel op tijd, dan kan ik ook op tijd weer bestellen bij de drukker. Dan weet ik ook ongeveer hoeveel ik mag bestellen in de eerste ronde. En ik hoop dat jullie dit heel leuk vinden. Dag lieve mensen, www.lumeria.nl. Hij is niet meer verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis, via de boekhandels is hij niet meer verkrijgbaar. Dat werd zo ontzettend duur dat ik... Dat abonnement moest ik ook weer heel veel geld per maand voor betalen. Dus ik kan de Heksenagenda alleen nog bij mij krijgen. Ook als je ondernemer bent en je hebt een winkel, dan kan je hem gewoon per 10 met korting inkopen. Dag lieve mensen.